Hallo iedereen, welkom in deze nieuwe week. We zijn alweer bijna eind van de maand september. Het gaat echt ongelooflijk snel. Vandaag wil ik jullie met iets delen wat ik eigenlijk al vorige week meer over wou delen, maar toen komt er altijd wel iets anders tussen. En dat is het feit dat eigenlijk de vraag dat je wil stellen van wist je dat fysieke kwetsuren ook energetische blokkades kan veroorzaken? En ik mocht het jammer genoeg aan de lijve ondervinden, want ik zal eerlijk met je zijn, tot nu toe bekeek ik eigenlijk fysieke klachten altijd als signalen dat er een disbalans was of is op emotioneel, mentaal en energetisch niveau. Maar een energetische blokkade kan eigenlijk ook veroorzaakt worden door een fysieke kwetsuur, door bijvoorbeeld een val. Wat dus betekent dat die samenhang tussen de verschillende lichtlichamen eigenlijk in beide richtingen mag gaan bekeken worden. Wat eigenlijk logisch is, maar tot nu toe deed ik dat niet bewust. Nu, ik ga je eventjes meenemen in mijn verhaal om het jou duidelijk te maken hoe dat inzicht er eigenlijk gekomen is. En dus moet ik eigenlijk terug meenemen naar de zwangerschap van mijn dochter in 2010. Want op regelmatigste basis ervaarde ik dan eigenlijk lage rugpijn. Nu, in de zwangerschap is dat niet zo abnormaal, gezien dat je het gewicht meedraagt. En dat maakt dat ik eigenlijk die lage rugpijn altijd teruggekoppeld heb naar dan, naar die periode. Omdat dat de eerste keer was dat ik die pijn heel sterk ervaren heb. En dus ben ik er eigenlijk automatisch van uitgegaan dat die pijn toen ontstaan is. Want ik had namelijk nog een kind, mijn zoon, die toen tussen 1,5 en 2 jaar was. Dus de lage rugpijn bracht ik in verband met het dragen van mijn zoon en het hoogzwanger zijn. Wat logischerwijze eigenlijk wat te veel van het goede is voor mijn rug op dat moment. Dus telkens ik nadien ook die pijn ervaarde, wist ik dat ik eigenlijk te veel fysiek deed op dat moment. Of niet de juiste rugbeweging, of niet genoeg door mijn knieën bewogen. Ja, je snapt het plaatje wel. Maar alleen meer en meer voelde ik al die pijn. Terwijl ik bijvoorbeeld gewoon voorovergebogen sta voor het opmaken van een bed, bijvoorbeeld. Wat niet zo'n zware karwei is. En dan komen we tot het punt dat de laatste maanden ik heel hard aan het werken ben en zaken aan het transmuteren en aan het transformeren ben. Die te maken hebben met veiligheid, stabiliteit en financiën. En dus ben ik ook gaan dieper kijken naar die pijn, omdat dat ook verbonden is met die onderste twee chakras. Nu, het was eigenlijk maar pas toen ik bij de osteopaat een behandeling onderging, dat het inzicht volledig gekomen is. Als je dus die pijn en die twee chakras met elkaar verbindt, dan... ik ga het anders uitleggen. Na mijn echtscheiding kwam het voorouderlijke stuk naar boven. Waar dat je eigenlijk ideeën en vooral de druk van dat je als vrouw niet voor jezelf kan zorgen, en dus eigenlijk een man nodig had om in jouw veiligheid, en in je stabiliteit en vooral in je financiën te gaan voorzien. Wat dus eigenlijk niet correct is, dus die stukken heb ik geheeld, getransformeerd, want ik kan perfect voor mezelf zorgen. Dus ik keek alle energetische ballast aan, transformeerde waar nodig, voor mezelf, in mijn voorouderlijke lijnen en soms ook collectief. Maar toch bleken er nog stukken te zijn die eigenlijk niet volledig kon vatten. Er bleven altijd maar stukken weer naar boven komen, die pijn in mijn rug bleef weer naar boven komen. Ook bij healing van mijn baarmoeder en eigenlijk alles die verband was met het tweede chakra, met sacraal chakra, bleef aantonen dat er iets was dat ik nog niet volledig begreep. Nu, ik wist dat er een soort van blokkade was in mijn eerste en mijn tweede chakra, die ik niet langer kon toewijzen aan enkel en alleen maar energetische balans. Of ook emotioneel en mentaal kon ik eigenlijk geen oorzaken meer vinden. Tot mijn osteopaat vorige week zei dat er een probleem was op fysiek vlak. En mijn staartebeen, het stuitje, eigenlijk wat naar rechts staat. Wat wijst op ergens een val of een kwetsuur. Dus op dat moment wist ik dat dat de oorzaak was van de blokkade waar ik eigenlijk maar constant bleef tegenaan lopen. Alleen wist ik niet wanneer dat ontstaan was. Dus na een gesprek met mijn moeder dan, kon ik dan het uiteindelijk gaan kaderen. Toen bleek dat ik als 1,5-jarig kind, 2 jaar ongeveer, het was nog geen 2 jaar, het was ervoor, want ik ging nog niet naar school, dus was ik gevallen. En mijn heup was volledig uit de kom, waardoor dat er toen eigenlijk die fysieke blokkade ontstaan is. Maar omdat ik als kind dus eigenlijk niet meer dat aangaf dat er daar pijn was, of dat er daar iets gaande was, heb ik eigenlijk gewoon geleerd om daarmee om te gaan. En om eigenlijk mijn lichaam zodanig te gaan veranderen,
of anders te gaan gedragen, waardoor dat ik er uiteindelijk ook geen last meer van had. En tijdens dat gesprek ontdekte ik eigenlijk ook waar dan mijn vroegere angst voor honden vandaan kwam. Want tijdens het vallen was er eigenlijk ook een hond betrokken. Wat was er eigenlijk gebeurd? Ik was eigenlijk gewoon omvergekegeld door een hond. Kort verhaal. Of de korte samenvatting van het volledige verhaal. Maar dus toen ik dan ook later meer informatie vroeg aan mijn gidsen, met betrekking tot die val en de blokkade, hoorde ik eigenlijk dat niet alle blokkades enkel alleen ontstaan zijn op emotioneel, mentaal of energetisch vlak. Soms valt het voor dat we een ongeluk ervaren, waardoor hij bijvoorbeeld valt of dat hij betrokken raakt in iets dat niet echt in het grotere plan staat. Dus wat betekent dat? Dat het eigenlijk geen onderdeel uitmaakte van je zielsafspraken en lessen, maar het gebeurde, waardoor dat er eigenlijk lessen bij komen kijken zijn, waardoor dat er eigenlijk zaken bij gekomen zijn, waardoor hij eruit kan leren, waardoor hij dingen kan gaan transformeren, healen en zo verder. En in mijn geval is dit inzicht ontvangen in eerste instantie, die stukken voor mezelf verder gaan healen, en dat vervolgens doorgeven aan jullie op welke manier ik het gedaan heb, wat dat mogelijk is, wat dat we kunnen enzovoort meer. Dus loop je tegen een blokkade aan, waar dat je eigenlijk maar niet leek doorheen te breken, kijk dan even of er geen verborgen kwetsuur of letteken is van een val bijvoorbeeld, maar vooral tijdens iets die gebeurd is tijdens je kindertijd. Want zeker als kind leer je al heel snel om te gaan met de beperkingen en de pijn die je lichaam brengt. Ik heb ook een hele hoge pijngrens, waardoor dat maakt dat ik dus niet snel op pijn en dergelijke ga gaan reageren. En dat maakt dat ik heel lang, bijna 30 jaar, want dat was iets jonger, toen dat ik zwanger was van mijn dochter, eigenlijk geen pijn gevoeld heb. Enkel wanneer ik langdurige fietstochten maakte, dus van meerdere uren, speelde het stuitje natuurlijk parten. Maar ook toen kreeg ik te horen, doe maar normaal, hè. Het is gewoon omdat je niet gewoon bent om zo lang te fietsen. En op dat moment, ook al voelde ik intuïtief eigenlijk aan dat er wel iets was, dat iets anders was dan de anderen, ik gaf op dat moment eigenlijk te veel en meer kracht aan de mening van anderen. En sloeg eigenlijk de signalen dat mijn lichaam gaf door die pijn in de wind. Dus luister alsjeblieft naar je lichaam. Geef het wat het nodig heeft. Is het nu massage? Het gebruik van natuurlijke producten om te eten, maar ook om je te verzorgen. Genoeg en gezond water drinken. En vooral rust, zodanig dat, zeker nu in die hogere energieën die weer naar de aarde aan het komen of gestuurd worden, zodanig dat je lichaam de kans krijgt om zichzelf weer te herstellen. En ook hier kan je weer opnieuw die universele vlammen aanroepen, om je lichaam te gaan ondersteunen, om je lichaam te healen, en zelfs op fysiek vlak. Want hoe je er ook over denkt, je lichaam is perfect in staat om alles te herstellen, zolang dat de schade niet te vergaand is en je erin gelooft. Denk maar aan dat je jouw been gebroken bent, of dat je jou gesneden hebt. Na verloop van tijd zie je er niets meer van, of is er hooguit nog een litteken. Dus ook daarin kan je jouw lichaam helpen en ondersteunen door gebruik te maken van die universele vlammen. En dat en zoveel meer leer ik de deelnemers van het traject zelfrealisatie vanuit je hart gedragen bewustzijn. Nu, het hoofddoel van dit traject is healen van jouw hart. Dat is het eerste doel, want zodra je weer volledig verbonden bent met die flow van geven en ontvangen, en dan heb ik het niet zozeer over materie, maar wel over het geven en ontvangen van energieën, van die universele vlammen en de voeding die je ervan krijgt, dan kan je weer verder. Bovendien helpt het jou om ook te aanvaarden dat niet iedereen even ver is in het proces van ontwaking. En dat is hetgeen wat we nu heel hard zien verschuiven. Nu, wanneer je jouw hart heelt op een heel diep level, dan zal je ook merken dat dingen verschuiven en dat al de rest zal gevolgen. En daarom heet het traject ook vanuit een hartgedragen bewustzijn. Zelfrealisatie vanuit een hartgedragen bewustzijn. Want als jij leeft vanuit je hart, dan zal jij alle gehechtheid aan materie los kunnen laten. Waardoor, hoe raar dat ook klinkt, maar dat je nog meer zal ontvangen. Liefde, overvloed, vrijheid, alles is er in oneindige hoeveelheid voor jou beschikbaar. En het is net het loslaten en het overlaten aan het universum dat ervoor zorgt dat je veel meer weer kan gaan ontvangen. Dus geef je over aan die waarheid, dat er genoeg is, dat er voldoende is, dat er voor jou gezorgd wordt. En je zal zien dat je leven start te bruisen van unieke mogelijkheden. Heb je daar zin in? Dan nodig ik je uit om met mij en de andere deelnemers van start te gaan nu in het najaar. De live sessies, waarin dat ik dus live aanwezig ben om vragen van jullie te beantwoorden, die starten vanaf de tweede week van oktober. Nu, wil je echt alles uit het traject halen, dan
stel ik voor dat je het beste nu al start. Want dan heb je meer tijd om alle content door te nemen en vragen te stellen vooraleer je de live sessie van die week. En dus daarmee gepaard gaan je universele vlam en initiaties plaatsvinden. Dus dat natuurlijk aan jou de keuze. Maar waarom zeg ik dat? Omdat ik merk van aan de deelnemers die al het traject doorlopen hebben, dat de 9 weken die eigenlijk vooropgesteld zijn, eigenlijk te weinig zijn om alles echt te gronden en te diep te integreren in jouw fysieke lichaam, en jouw leven, en je dagelijks leven. En dat is ook normaal, want iedereen heeft ook een ander ritme, iedereen volgt zijn eigen proces, iedereen volgt zijn eigen verloop van ontwaken. Maar dat is ook trouwens de reden waarom dat je toegang blijft behouden. En dat je, wanneer dat we met een nieuwe groep start, je gewoon opnieuw weer mee de live sessies kan gaan volgen als je dat wenst. Het groepsgedeelte is volledig vrijblijvend. Zeg je van, ik ben niet voor het groepsgedeelte, ik ben niet voor spreken in een groep, ik toon me niet graag. Geen probleem. Dan stuur je gewoon jouw vragen op naar mij. Dan neem ik die mee op in de video's en in de live sessies. En die opnames van de live sessies komen altijd sowieso automatisch in de leeromgeving. Dus zelfs ook al heb je vragen, maar kan je niet aanwezig zijn of wat dan ook, je mist niets. Dus de manier waarop het opgezet is, is ervoor te zorgen dat iedereen de grootst mogelijke groei en door- en transformatie kan doormaken. Nu, wat je ook beslist, wat je ook doet, ik hoop enkel, of vooral, dat je enkel datgene doet wat je een gelukkig gevoel geeft. En of dat nu gaat over het volgende traject of iets anders in je leven, kies altijd datgene wat je het meest gelukkigste gevoel geeft en wat jou enthousiast maakt over het leven of voor het leven. Dat je zegt, oké, komaan, elke morgen, ik heb er weer zin in. Dat is mijn betrachting en mijn doel. Zo, dat was het voor de video van vandaag. Morgen heb ik iets speciaals in petto. Het is geen vlog zoals deze manier, maar hier werd ik geleid om een transmissie te maken. Ik ben er nu nog mee bezig met iets te schrijven. Maar de bedoeling is om een transmissie te maken om die healing en angst uit die onderste twee chakras vooral te gaan transformeren en te transmuteren. Dus hou de video van morgen zeker in de gaten, want ook dat zal weer krachtig zijn als ik het zelf. Zo, dat was het en ik wens je vast een fijne dag, een goede week en dan zien we elkaar binnenkort. Dag!